toch heerlijk allemaal dit. We gaan even praten met... Johnny Craik. Dit is Keur in de Middag. Ja, Keur in de Middag. NH Radio. Oh, baby. Oh, kreunende man in de achtergrond. Daar kun je er nooit genoeg van hebben. Johnny Krijkamp, goedemiddag. 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 Vriendje. Nou. Sta je op het scheidhuis? Klinkt heel beroerd, hoor. Ik ben Johnny Krijkamp en berucht. Ja, ben jij de broer toevallig van... Johnny Krijkamp. Dat zou mooi zijn. Schat, wat heerlijk om je weer te horen. Ga je goed? Ik ga goed. Het is wel eens gezelliger geweest. Ja, maar, ja, dat is waar. Maar al die huilie berichten, daar krijg ik ook genoeg van. Ja, wij ook. Om die reden hebben wij hier bij Keur in de Middag ook het Corona Goed Nieuws Journaal. Met uitsluitend goed nieuws. En toen dacht je aan mij. Ik denk altijd aan jou, want je bent een totaal funny kerel. Dus wat dat betreft, ik denk nog terug aan de tijd dat je hier in de studio zat bij ons. Je was een beetje nerveus natuurlijk, terwijl je wel vaker bij grote bekenden bent. Maar, Ik ben toch altijd een beetje bang dat je in je eigen voet schiet. Ja, maar is dat nooit gebeurd? Oh, god, dan heb je het erover. Dan gebeurt het toch, oh god. Hoe vermaak jij je zo'n beetje grosso modo? Grosso modo, nou, ik ben net uitgenodigd om vanavond bij een vriend asperges te komen eten. Dus ach, het komt allemaal wel goed met mij. Ondanks het feit dat ik een streng deurbeleid heb. Ja, heb je streng deur? Is dat anders dan vroeger? Want ik herinner me nog dat er af en toe wel eens iemand bij jou over de drempel kwam... dat je denkt van zo... Oh la la. Ja, ik ben ook wel voorzichtig. Dus, ja, pas op waar je je aspergetje insteekt, schat. Want dat gaat pas zo. Dat kan toch niet? Nee, dat zeg ik toch opeens voorzichtig. Maar goed. Zeg, ik wil gewoon dat je lekker gezond blijft. Zeg net tegen Karin Bloemen ook. Dat je gewoon op jezelf past. Dat er gewoon heel erg veel mooi werk na de crisis komt. In alle wijsheid, Johnny. Ja, ik maak me daarvoor geen zorgen. Nee. Ik hou het uit en ik ben, ik sta als een paard in zo'n hok te wachten totdat het hek overgaat. Ik hoor het, ik hoor het. Nou, ik zou zeggen, laat je paardje lekker grazen. Goed dat jij van de telefoon kwam. Geniet ervan, Johnny. Dikke kus van mij, jochie. Dikke kus terug voor jullie allemaal. Jojo, Johnny Krijkamp, de grootste. Ja, maar kom hier voorbij. Er zijn meer A-sterren die willen. Die bellen hier gewoon aan of ze langs kunnen komen. Maar je moet in de eerste instantie een aardig mens zijn. Dus we kunnen nu helaas niet tegen iedereen ja zeggen. Wel tegen Santana bijvoorbeeld. Grote goede plaat is dit ook weer. The Game of Love.